Ik heropen. Aan de orde is het debat over de situatie in Gaza. Hartelijk woord van welkom aan de drie bewindspersonen. Ik geef graag als eerste het woord aan de heer Van Baarle van de fractie van DENK. En hij heeft zoals iedereen 4 minuten spreektijd. Het woord is aan hem. Mevrouw Pieri. Ik heb eigenlijk 2 punten van orde. Eentje is, wij hadden bij de regeling verzocht om ook de minister-president af te vaardigen naar dit debat. En ik zie 3 bewindspersonen, maar niet de minister-president. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Ja, de regel is dat het kabinet altijd zelf gaat over haar eigen vertegenwoordiging. Ja, maar voorzitter, het is best bizar. Dus de minister-president heeft hier in 2 debatten zelf een hele duidelijke rode lijn neergezet over Rafa. Vervolgens komt er een verzoek vanuit de Kamer, wat wordt doorgeleid. En hij komt hier niet opdagen. Dus mijn verzoek zou toch zijn om nog een keer, we weten dat hij in de stad is, hij was hier vanmiddag nog, toch een bericht te sturen of de minister-president niet gewoon naar dit debat kan komen. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, de heer Rutte heeft eigenlijk de politiek van de Nederlandse regering ten aanzien van Israël tot chefzache bestempeld. Hij bemoeit zich er direct mee. Hij heeft hele stellige uitspraken gedaan over de situatie in Rafah. En ik sluit me daarom aan bij het verzoek. Ja. De heer Rutte moet hier zijn. En op zijn minst zou de regering nu, voordat het debat begint, kunnen verklaren waarom de heer Rutte hier nu niet is en waarom voor deze delegatie is gekozen. Mevrouw Teunissen. Voorzitter, de heer Rutte heeft gezegd dat de inval van Rafah politieke gevolgen heeft. En daar zou ik met de premier over in debat willen gaan. En hij is er niet. Bovendien heeft het conflict enorme gevolgen ook in Nederland met alle protesten. Dus het is chefzache en daarom vind ik het onbegrijpelijk dat hij er niet is. Dus ik sluit me aan bij de verzoeken van de vorige sprekers. De heer Brekelmans. Ja, ik weet niet wat voor politiek speeltje hier wordt gespeeld. Er was geen meerderheid voor het verzoek om de premier uit te nodigen. Het kabinet spreekt met 1 mond. We hebben daar 3 ministers zitten, onder andere minister van Buitenlandse Zaken die net in de regio is geweest. Dus volgens mij kunnen deze 3 ministers prima de vragen beantwoorden. Ja, ik stel vast dat voor het voorstel van mevrouw Pieri ook geen meerderheid bestaat. Dus mijn voorstel is er gewoon om te gaan beginnen en dat we naar de heer Van Baarle gaan luisteren. Ja, voorzitter, ik vind wel een hele rare gang van zaken, zeg ik u eerlijk. Er is namelijk gewoon bij de regeling van werkzaamheden op dinsdag gewoon een heel duidelijk verzoek neergelegd bij het kabinet, waar geen gehoor aan wordt gegeven. Kunt u wel naast u neerleggen, omdat u misschien nu de VVD niet vindt dat Rutte hier moet komen. Er was gewoon een verzoek wat u als voorzitter heeft doorgegeven op dinsdag. Ja, ja, het enige, inhoudelijk weet ik natuurlijk niks van. Het enige wat ik weet is de regel, het kabinet gaat altijd over de eigen vertegenwoordiging. Ja, dat blijkt, want wij hadden namelijk alleen de minister van Buitenlandse Zaken oorspronkelijk uitgenodigd. Heel fijn hoor, dat er nog 2 bewindspersonen bijkomen. Maar degene om wie we ook vroegen, die kon vervolgens niet opdagen. Ja, helder. Punt is gemaakt. Ik stel voor dat we naar de heer Van Baarle gaan luisteren. Nee, voorzitter, ik had ook een 2e punt van orde. Oh, sorry, dat was ik vergeten. Om even zeker te weten dat we de goede lijst hebben. Ik ben ontzettend blij dat de heer De Roon er is van de PVV. Maar hij staat niet op de sprekerslijst. Dus ik vroeg me af, heel fijn, want ik had een paar vragen aan hem. Dank u wel. Dus 13 De Roon. Hij is 13. Met stip weliswaar. 3 minuten. De heer Van Baarle van de fractie van DENK. Voorzitter, gisteren herdachten we de Nakba van 1948.